Welkom bij de live talkshow vanaf MNL 13, het zakenfestival Midden-Nederland. Het eerste zakelijk open source festival. Dat betekent dat we gezamenlijk, ook met de deelnemers, vandaag de uitzending, maar ook het hele festival maken. MNL 13 staat voor verwondering, verbinding, voor innovatie. En de thema's zijn zorg, voeding en wetenschap. En vandaag hebben we Rob Bosveld en Bart van der Griendt van IDT. Spreek ik dat goed uit? Ja. IDT. Van I like you naar I love you. Dat is volgens mij een heel gaaf onderwerp. Welkom. Dank je. Wat heeft jullie samengebracht? Ja, de kerkband. De kerkband. Ja. Ja. Hey, dat is een gaaf. Ja. Ik speelde bas en Rob gitaar. Ja. Destijds zaten we nog in dezelfde kerk. Dat is inmiddels een klein beetje anders, maar we maken nog steeds muziek samen. Ja, dat veel okay. Meer. Maar goed, los van muziek, er moest natuurlijk een klik geweest waardoor je op een gegeven moment met elkaar dacht van hey, ja, ik had een bedrijf, Mediahuis, en daarin maakten we televisieproducties. Mm-hmm. Werkte het voor omroepen in Hilversum. Ja. En daar had ik op een gegeven moment extra handen nodig. En de link met Bart was er al. Ja. Ik had journalistiek gedaan, naast nog een aantal andere dingen. Dus Bart is bij ons komen werken. En van lieverleden is dat uiteindelijk uitgegroeid. In 2008 zijn wij compagnons geworden. Ja. Zijn we met IDT eigenlijk het jaar daarna gestart. Ja, en hebben we het Mediahuis echt losgelaten. Dat is er nog wel, of niet meer? Het bestaat juridisch gezien nog altijd, maar okay. We varen nu onder de vlag van IDT. Ja. Vraag me meteen af, als het begint als een werkgever-werknemerrelatie, en 5 jaar later of 10 jaar later is dat heel anders natuurlijk. Sleept dat niet toch altijd nog een beetje mee? Nee, goede vraag. Ja. Dat is een goede vraag. Hij voelt niet meer als mijn baas. Nee. Maar daar heb je wel een overgang in nodig, met name in, voor mij om ook ondernemer te worden. Dat is sowieso al een proces. En als je dat doet naast iemand die daar al 10 jaar ervaring mee heeft, dan heeft dat heeft ook heel veel voordelen, omdat je een goed voorbeeld hebt naast je. Ja, en je staat er misschien wat onbevangener in nog. Ja, exact. Je kijkt anders naar... Ja, en tegelijkertijd zaten we eigenlijk al zo dicht op elkaar dat de overgang ook weer niet zo groot is. En ik ben ook niet iemand die zich heel erg makkelijk laat sturen. Dus wat dat betreft past het ondernemerschap en het compagnonschap beter bij onze relatie dan denk ik daarvoor. Okay, dus, okay. Ja. Leg even uit, wat doen jullie nou precies? Want ik hoorde iets van de workshop waar je van je accountant niet naartoe mag. Allerlei mooie uitdagende kreten, ja, maar misschien allebei. Wat we doen is organisaties helpen om hun betekenis te vinden. Ja. Dus eigenlijk de centrale vraag stellen: waarom besta je als organisatie? Mm-hmm. En om die betekenis, op het moment dat je die eenmaal gevonden hebt, om dat ook zichtbaar te maken. Okay. Dus te vertalen naar communicatie, naar je marketingstrategie. Ja. Dat is zeg maar in een nutshell wat we doen. Wat we met de workshop gaan doen, van I like you naar I love you. Ja. Heel veel organisaties zijn natuurlijk heel erg druk bezig, die willen heel graag likes hebben. Maar ze willen ten liefste nog veel liever geliefd zijn door hun fans. Zeg maar. Mm-hmm. Waar wij eigenlijk mee bezig zijn, is om organisaties bewust te maken van wat heeft een fan dan nodig om fan te worden. Wat geef je een fan om in te geloven? Kijk, een band heeft fans en zelfs als de band een slechte cd maakt, dan blijven ze nog fan. Hoe komt dat? Nou, dat komt niet alleen door de kwaliteit van hun muziek, maar ook doordat ze hun fans iets geven om in te geloven. En datgene waar fans in kunnen geloven, en als je dat vertaalt naar bedrijven, wat geef jij je klant om in te geloven, ligt over het algemeen buiten jezelf. Het interesseert mij geen centimeter hoe hoog de bankrekening is van iemand. Daar ga ik niet voor, dat maakt mij niet warm. Nee. Terwijl toch heel veel ondernemers ten diepste bezig zijn voor hun inkomen en om winst te maken. Nou, als je dat leert om te keren en te zeggen... Ja, ik weet niet, is dat zo? Volgens mij als je echt puur alleen maar je bedrijf hebt om het geld... Dat gaat op korte termijn misschien wel goed, maar op lange termijn nooit. Ja. Exact. Nou, er moet een diepere drijfveer zijn. Ja. Zijn jullie ook naar op zoek, denk ik? Het is natuurlijk nooit helemaal zwart-wit. Ik denk dat er, hoewel ze er ook wel zullen zijn, ook wel mensen zijn die echt louter en alleen voor het geld gaan. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een schaal. Ja. Het is een middel, hè? Het is geen doel. De een zit wat meer op de schaal van, jongens, het gaat om de winst. Ik wil gewoon een goed leven hebben. En dat zal me zorg zijn hoe ik er kom. En anderen zijn van nature misschien al betekenisvol, maar willen gewoon iets betekenen voor anderen. Ja. Dus het is nooit helemaal zwart-wit. Ja. Maar tegelijkertijd, mijn zoontje is vorig jaar naar 4 HAVO gegaan en kreeg daarvoor het eerste vak management en organisatie. En dan krijg je het eerste boek, basisboek, eerste hoofdstuk, eerste les. Het doel van een onderneming is winst maken. Dus dan heb je even een heftig gesprek met jezelf. Ja. Dus ook uiteraard te zeggen van nou haal die bladzijde maar uit. Ja. Nee, maar dat is wat wij zeg maar wel in ons systeem hebben meegekregen. Ja. Het doel is winst maken. En je zei net zo al een beetje, het doel is helemaal niet winst maken. Winst maken is absoluut noodzakelijk. Het is noodzakelijk voor je continuïteit, ja, dat is zo. Het is een middel om een doel te bereiken, maar wat is dan je doel? Mm-hmm. Wat wil jij dan veranderen? Toch leg ik de bal even terug. Waarom bestaan jullie dan? Om organisaties tot bloei te brengen door de kracht van hun betekenis. Want ik geloof dat op het moment dat wij dat doen, dat de samenleving als geheel daar veel mooier van wordt. Ja. Maar wacht even, tot bloei te brengen door de kracht van hun betekenis. Als je zegt het heel snel, maar daar zit heel veel in. We hebben er ook lang over nagedacht. Ik denk dat als je ontdekt dat je ergens echt voor wilt gaan, iets wat buiten jezelf ligt. Dus je wilt met jouw onderneming daadwerkelijk iets in de wereld gaan veranderen. Wat dat ook is, of je nou accountant bent of tandarts of consultant. Dat er een drive ontstaat waarop anderen kunnen aanhaken. Dat noemen wij je betekenis vinden. Ja. En de kracht van je betekenis, op het moment dat je dat in het hart van je onderneming zet, ook naar buiten toe duidelijk maakt, dan geef je mensen, niet eens klanten, maar mensen om je heen, je personeel, geef je iets om op te kunnen aanhaken. Wij hebben heel veel trajecten gedaan met bedrijven waar de kracht van het merk intern gericht was. En daarmee bedoel ik eigenlijk ter meerdere eer en glorie van het bedrijf zelf. De machtsstrijd binnen het bedrijf en... Ja. Uiteindelijk gedreven door, nou ja, het hoeft niet eens winst te zijn, maar door succes of door de beste te zijn. Mm-hmm. En we ontdekken dat als je een ondernemer die omkering laat maken, als je hem laat ontdekken van, hé, met wat jij doet en heel goed kan, want de meeste ondernemers kunnen dingen heel goed, en je leert dat je doel buiten jezelf te stellen, dan verandert iets. Dan komt je bedrijf letterlijk tot bloei. Want je personeel zegt dan van, nou, ik ben niet bezig voor de rekening van mijn baas, voor de jaarcijfers, maar ik ben bezig omdat hij dat en dat wil bereiken. Neem bijvoorbeeld een bedrijf als TomTom, die hebben een hele duidelijke missie. Zeg, wij willen dat 15%, of dat de hoeveelheid tijd die mensen in file staan, 15% afnemen. Mm-hmm. Dat is ons doel, want mensen ergeren zich in de file en daar maken we de wereld beter mee. Dat voelt voor mij heel anders als personeels. Nou heb ik al 15 jaar een TomTom, maar ik kende deze missie niet hoor. Nee, dat klopt, maar je zult wel de gevolgen merken. En dat is dan één voorbeeld, maar... Maar het grappige is... Dat staat dus in de marketing ook niet heel erg voorop. Dus TomTom heeft wel goed nagedacht over wat zouden we nou ten diepste willen bereiken, maar ze zetten het in de marketing niet heel erg voorop. En de uitdaging die wij wel bij klanten neerleggen is van oké, als je nou zeg maar het voor elkaar krijgt om een missie te verzinnen, waarvan jij zelf zegt van weet je, hier kom ik echt mijn bed voor uit. En dat begint bij jou als ondernemer. Hè? Ja. Van wat raakt jou nou zo erg dat je zegt van ik wil al mijn tijd en mijn energie en mijn middelen en mijn personeel en whatever inzetten om dat doel te bereiken. Mm-hmm. Je kan dat en dat niet aanzien. Daar begint het mee. Dus het begint met jou als ondernemer. Maar op het moment dat je dat dan hebt, durf je dan ook zeg maar je marketing in te zetten om dat doel te gaan halen. Ja. Want heel veel marketing is uiteindelijk toch bedoeld zeg maar om in eerste instantie leads binnen te halen. Mm-hmm. Hè? En dan van leads willen we graag prospects maken. En van prospects maken we maak je van prospects maak je klanten. En wat je dan heel veel ziet is dat heel veel marketing eigenlijk gebaseerd is op een vorm van manipulatie. Van nou ja, weet je krijgt een korting of dit, dus je probeert liefde te kopen. Kijk maar op Facebook, je ziet heel veel van die campagnes van like ons en win een blokhut, et cetera, et cetera. Het kan niet zonder branding, denk ik. Je zit meer in de brandinghoek. Dan wordt branding een sausje. Het gaat er dus om, als jij werkelijk... mensen die werkelijk geloven waar jij in gelooft, die staan waar jij voor staat. En je maakt dat tot de essentie van je bedrijf en je maakt het ook tot de essentie van je marketing, dan ga je hele andere marketing bedrijven. Dan ga je je afvragen, hoe kan mijn marketing bijdragen aan het realiseren van onze missie? Dus je krijgt missiegedreven marketing. Ja. Okay. En wat je nu vaak ziet is, mensen willen wel graag fans, doen een stukje branding, verzinnen een mooi doel en zo, maar vervolgens gaan ze op een hele klassieke manier marketing bedrijven, waarin zeg maar dat hele doel, die hele missie, eigenlijk heel weinig een rol speelt. En proberen ze van onderaf die piramide te volgen. En wij zeggen, draai nou die energie eens om. Stop nou eens je energie in het in het winnen van fans, in het winnen van mensen die zeggen van, hé, waar jij voor gaat, waar jullie als organisatie voor gaan, daar ga ik ook voor. Ja. En dat begint dus, grappig genoeg, met je personeel. Dus het begint van binnenuit. Altijd, ja. Dus buiten winnen, binnen beginnen, zeggen wij vaak. Ja. Want op het moment dat jouw personeelsleden geloven in jouw missie en zeggen van waar die Edo voor zijn bed uitkomt, daar wil ik ook mijn bed voor uitkomen, dan krijg jij een andere relatie met je personeel. Ja. Hè? Want de klassieke factoren waarom je personeel kunt binden, hè, loon of het er gezellig is of dat je je kunt ontwikkelen, krijgt als het ware een component bovenop. Mm-hmm. Namelijk delen wij een gemeenschappelijk doel. Nou, op het moment dat dat met je personeel gebeurt, dan gaan je klanten, die gaan er ook merken. Zeggen, wauw, wat is er met die tent aan de hand? Ja. Die gaat bloeien, letterlijk. Weet je wel? En dat vliegwiel proberen wij op gang te brengen. Dus is het heel anders, zeg maar, want je begint aan de binnenkant. Ja. En waarom doen jullie dit nou? Wat is jullie waarom? Ik zal het heel klein maken. We hebben een klant en die daar hebben we lange en veel gesprekken mee gehad over waarom die het nou eigenlijk doet. En die komt er uiteindelijk ten diepste achter. Hij komt erachter dat hij ten diepste bezig is om aan zijn vader te bewijzen dat hij het kan. Dit na veel gesprekken zul je je kunnen voorstellen. Ja. Voor zo iemand om dat te weten om te draaien, dat zich ten eerste te realiseren en dat te weten om te draaien en hem het genoegen te gunnen dat met alles wat hij kan, dat hij dat kan gaan inzetten om de wereld daadwerkelijk beter te maken, daar heb ik passie voor. Een life-changing experience. Exact, het omdraaien van al je strevens. En ja, het is ook changing the world one customer at a time. Mm-hmm. Wij kunnen de wereld verbeteren door onze klanten de wereld te laten verbeteren. Ja. Zodat het onderscheid voor mij tussen werk en privé, tussen wat ik thuis vind en in mijn werk vind, wegvalt. Ja. Volgens mij wordt dat een hele leuke workshop straks. Dat denk ik ook. Dus je kan nou nog kijken, hè? Je kan nou nog gaan. Jongens, hartstikke bedankt. Je zit in het gasthuis. Ja. In het gasthuis, om hoe laat? 11 uur. 11 uur, dan moet je rennen, denk ik. Ja. Dat gaan we doen. Dank jullie wel. Dit was een live talkshow vanaf MNL 13, Zakenfestival Midden-Nederland. Samenstelling, redactie en presentatie Edo van Santen. De techniek, opnames en streaming wordt verzorgd door Brian Kragtwijk van Powerfield Media. En dit alles ondersteund door Evelien Ouwehand van Het Organisatiekantoor. Bedankt voor het kijken. See you!